We hebben nieuwe longsleeve shirts binnen in verschillende kleuren. Nou heb ik die kleuren hier niet hangen, maar deze in elk geval de zwarte. Een heel fijn shirtje. Het is 95% katoen, 5% elastan. En dit is ideaal, vind ik, onder vesten en jasjes. En wat het leuke is, die giraf, die komt dan iedere keer ertussendoor gepiept, zeg maar. Dit is één maat. Ik heb maat 38 en je kunt ze dragen tot en met maat 42. Dat hebben we al uitgeprobeerd. 34,95 zijn ze. Dan heb ik daar een mooi vestje. We hebben, ik zal het zo eventjes proberen te laten zien. Dan ziet u dat een mouwloos vestje is. In het zwart ziet er bijna niks, hè? Een mouwloos vest, een iets langer modelletje. Heel fijn spul, want dat is modaal met viscose en polyamide. Dat is eigenlijk mijn lievelingsmix. Hier zit een gebreide ribbelrand helemaal. Dwars. Rond, een dwars ribbeltje. Ik zal even dichterbij komen. En nou zie je wat ik bedoel. Hè? Als je dan iets over dat shirt heen draagt, dan zit die giraf iedere keer heel mooi in het midden. Dat vind ik wel heel mooi. Die vesten zijn ook één maat. Die kun je dragen van maat 38 tot en met 42. Die zijn 39,95. Er zit geen wol in, maar doen we wel op een wolwas koud, 20 graden of 30 graden wassen. Dan blijft al het gebreide spul het mooiste. Ik heb ook tips voor op de website staan hoe dat je de gebreide spullen het beste kunt mooi kunt houden, zeg maar. Want ja, het is niet zomaar in de was gooien natuurlijk. En al helemaal niet op een gewone was. Is dit de DM, Sjan? Ja, dat is die M. Nou, dan heb ik hier de semi-travel blazer in het zwart. In maat M. In de zomer heb ik iedere keer de S aangehad. En ik merk nou, met lange mouwen erin, ja, dan voelt het toch al wat strakker. Ja. Dan heb ik toch gewoon de M aan. En dat is de maat die ik normaal ook heb. Iets of wat getailleerd, maar niet te erg. Dus bij de BH-bandjes en alles zit het eigenlijk altijd gewoon netjes. De mouwen zijn gewoon omgezoomd. Er zit geen machet of zo aan. Ja, ik doe dat eigenlijk altijd twee keer even smal omslaan. Twijfel je tussen twee maten, dan kun je de kleinste maat nemen, want anders wordt het aan de schouders net wat te wijd. Eén knoop, twee knopen om hem te sluiten. Ja, ik vind het mooier om het open te dragen. Het zit knetterstrak, hè, als je dat zo doet. Dat er bijna nooit. Nee, dat wilde niet. Gewoon lekker los laten hangen. En dan zitten er nog zakjes opgestikt. Het is een semi-travel blazer, zo noemen wij dat. Dat is grotendeels viscose met nylon en elastan. En dat zorgt er dan weer voor dat hij mooi op kleur en in model blijft. Maar ook natuurlijk dat hij heel erg comfortabel zit. Net als een travel blazer. 59,95 en ze gaan van maat 36 tot en met 44. Dan hebben we nog een blazer en dat is een langer model. Die gaat van maat 36 tot en met 42, maar valt één maat groter uit. Normaal draag ik hier echt de S van. Dat vind ik meer dan ruim zat, maar de S was even uitverkocht. Dus ik doe nu een M'tje aan. Dat is eigenlijk mijn maat. Maar dan zie je al, het is ook echt wel een oversized model. Maar de S is meer dan groot genoeg. En iedereen pakt deze een maat kleiner. Dus je moet echt een maat kleiner bestellen dan waar je gewend bent. Ja, ook weer die giraf. Ja, ik vind dat leuk. Ja, leuk. En dat hebben we dan in meerdere kleuren, hè? Want dat shirt is er in donkerblauw, in keki, in beige. Topkleur volgens mij. Maar ook bij een bodywarmer, noem het maar op. Gewoon zo'n fijn basisding. En als er een gouden print op zit, dan zou ik het altijd binnenste buiten, kort wasje, 30 graden wassen. Want dan blijft dat goud het langst mooi. Ga je dat op 40 of op 60 doen, en dan gaat de goud er op een gegeven moment af. Of al heel snel af. En dat is zo'n zonde, want dat maakt hem juist mooi. Dan heb je nog wel een print, maar dan is de glans weg. Dat moet je niet hebben. Of 34,95 shirtjes. Deze blazers die langer zijn, 69,95. De broek heb ik er al wel over gezet. Nee. Dit is een nieuwe broek, dat noemen wij winter travel. En dat is 95% viscose met 5% elastan. En dan voelt hij glad aan. Normaal is viscose net als katoen, hè? Een beetje gewoon katoenerig, zeg maar. Maar deze voelt glad aan. Daarom hebben we hem winter travel genoemd. Hij is dan net wat dikker als een normale travelstof. Zakken zitten erin. Boven een elastische tailleband, een koordsluiting. Hier een naadje overheen. Achter dat naadje eroverheen, dat is er ingestikt, zeg maar. En dan, ja, dit is natuurlijk ideaal, die elastische tailleband met dat koordje. En dan zie je al, het rekt lekker en het past, je kunt het dragen eigenlijk van maat 38 tot en met 42. Dit is een lengtemaat die tussen 30 en 32 in zit. Ik ben 1,72 meter en dan heb ik in verhouding lange benen. Daar heb ik, dat is gewoon
en korter blijven, langere benen. Die broeken zijn 39,95. De sneakers, ja, als ze nog in jouw maat zijn, dan heb je geluk, want volgens mij komen ze niet meer binnen. En dat is afgeleid van een glowy sneaker en die zijn eigenlijk €550. Maar dat modelletje lijkt er echt heel veel op. Maar ook ja, hoe ze gemaakt zijn, heel rijk uitgewerkt, zeg maar. En toch een niet te opvallende sneaker. Gewoon een nette sneaker, toch, Jean? Ja, heel mooi. Ja, echt super. Ja. Maar hij zit ook keifijn. En de binnenzool die kan eruit. Dus je kan altijd nog een eigen steunzooltje erin leggen. Die zijn 49,95 en die gaan van 36 tot en met 41 en vallen goed op maat. En je kunt alles bestellen op onze website baboe.nl.